Hey, hallo. Hoi. Welkom bij Moet Je Zien, onze vaste rubriek waarin we elkaar dingen laten zien. Dingen die we hebben gekocht. Of gevonden. Of uit een erfenis van een geliefde oma, opa. Ja, of hebben ontvreemd. Ontvreemd. Aan elkaar laten zien. Aan elkaar laten zien. Ja. Ja, en, ik heb dorst trouwens. Ja, we pakken even snel een biertje. Zoals bij Moet Je Zien. Dan pakken we een iets minder bijzonder biertje. Dus gewoon eentje die je bij de Albert Heijn kunt krijgen. Gaan we ook niet over praten. Ik heb een filou. Nu praat je wel over bier. Ja, maar ik ga niet inhoudelijk op in. Zoals nee, ik ook zo niet. Diep zoals we normaal op bier ingaan. Nee. Goed. Maar ik zat eigenlijk te denken dat we het vandaag gaan hebben over mijn schitterende clownschilderij. Dat heb ik op de Vrijmarkt gehaald vorig jaar. Ook eigenlijk gewoon meegenomen, want het was niet verkocht. En ik denk dat jij niet... Nee, alsjeblieft. Hier gaan mensen nu al eng van dromen. Ik heb iets beters. Oh. Wat heb je? Vertel. Ik speel al een tijdje gitaar. En ik zag op een gegeven moment op Marktplaats op een Facebookpagina een gitaar te koop aangeboden uit 1964. 64? 1964. Een goed jaar voor gitaar, of niet? Nee, maar ik vond het wel leuk om een keer... Mijn oudste gitaar kwam in 1980. Ja. Dat is al redelijk oud, maar niet echt bijzonder. 1964 natuurlijk wel zo'n tijd waarin natuurlijk ook fantastische muziek werd gemaakt al. En het is een budgetgitaar uit die tijd. Ja. Dus daarom kon ik hem voor niet al te veel geld kopen. Maar ik zal hem even bijpakken. Oh, nice. Zo. Fancy. Ik heb €200 voor betaald. Ja. Wat helemaal niet... Ja. €200, wat kost een gemiddelde gitaar? Je hebt voor €200 heb je best een goede gitaar voor beginners. Ja. Dit is eigenlijk best wel een beginnersgitaar. Er is wel ooit een ander element ingezet. Dat zorgt ervoor dat hij iets beter klinkt. Hij is super eenvoudig, maar ik heb er nog nooit eentje gezien. Oké, okay, zal ik hem openmaken? Laat hem eens zien. Ja, laat hem eens even zien. Maar even voor de duidelijkheid. Ik weet niks van gitaren en van muziek. Ja, ik luister muziek en dat is het dan zo'n beetje. Ja. Dus ik heb echt geen idee. Ik heb ooit één gitaarles gehad volgens mij en ik was daar zo slecht in. Nou ja, ik heb een jaar gitaarles gehad en ik heb al een tijdje in een bandje gespeeld en doe ik nog. Dus, maar jij bent wel echt altijd bezig met muziek maken. Daar gaan we. Cool. Ja. Hij is heel mooi. Ja. Hij is heel compact. Ja. Hele compacte body. Hij heeft maar één element. Maar zitten er twee of drie op. Ja. Wat is dit? Dit is een element. Dat element. Eigenlijk zit de pick-up. Zeg maar. Wat op een plaat te spelen. Ja. Zeg maar, wat je op de naald legt. Het is gewoon eigenlijk een magneet die door de trilling van de snaar het geluid omzet. En hier... Hoe lang bestaan elektrische gitaren eigenlijk? Ik denk vanaf de jaren 10 of 20. Dat men voor het eerst is begonnen met het... elektrisch proberen te versterken van akoestische gitaren. Mm-hmm. Dus van die jazzgitaren en zo. Maar dit, de eerste zeg maar solid body, die dus niet hol is, maar gewoon een plank. Ja. Fender is daarmee begonnen, met de Telecaster geloof ik. Als eerste commerciële, als ik het goed heb. En dat is dan jaren, ik denk 40 geweest of zo, 30, 40. Hollow bodies waren er al langer met een element. Maar hollow bodies is eigenlijk wat een akoestische gitaar ook heeft. En dat noemen ze dan een semi-akoestische, want die is dan half akoestisch, half te versterken. En later kwamen ze dus op het idee van, laten we gewoon een goed klinkend stuk hout pakken. Maar dit is geen Fender. Nee, normaal staat er hier iets op. Ja. Er staat hier op steel reinforced neck en achterop een sticker van Ros Meisel en Zonen muziekhandel in Tilburg. Ja. Met een telefoon in uit 1964 dus, die sticker. Ja, dat vermoeden heb ik wel. Ja. Ik ben er... de verkoper die wist mij het merk te vertellen. Tysco. En Tysco, T-E-I-S-C-O, is eigenlijk een budgetmerk uit Japan. Ja. Wat onder heel veel verschillende namen in Europa en Amerika werd verkocht. Zoals wel meer dingen. Vroeger was zelfs budget gewoon heel goed. Dus waarschijnlijk is dit gewoon een hele goede gitaar. Dit is een fatsoenlijke gitaar. Ja, toch? Ja. Ik denk dat je voor €200, als je goed zoekt, misschien nog wel een leukere kunt vinden. Ja. Maar het is meer dat ik er verliefd op werd een beetje. Echt een leuke gitaar met die chrome slagplaat en verder heel eenvoudig. Gewoon echt barebone gitaartje. Zonder toeters of bellen. En niet iets... Ja, het was iets anders. En daarnaast vind ik hem ook heel leuk klinken. Zal ik het eens laten horen? Laat horen. Ik heb dus om er thuis op te kunnen spelen, heb ik ook een klein versterkertje gekocht. Deze. Het lijkt meer op een... Ik vind het echt...
Hij is cool, hè? Hij is echt heel mooi. Hij heb hem dus, ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb hem net al gezien. Maar ik vind hem echt heel mooi. Het ziet eruit als een soort broodrooster meets jaren 30 radio of zo. Ja, ja. Heel ja. mooi ding. Ja, dat hebben ze heel mooi. Heel slim bekeken. Er staat ook niet heel groot een merk op, alleen het oude Yamaha logo. Ja. Wat ze hebben gedaan is, eigenlijk volgens mij, er zitten hi-fi speakers in. Ja. Dus geen gitaarspeakers. Ja. En een chip die het geluid van een grote gitaarversterker genereert en uit die speakers laat komen. Ja. Zodat je thuis op spreekvolume, zonder de buren lastig te vallen, toch ervoor op dat je op echt een gierende versterker aan het spelen bent. Ja. En toen ik het las, dacht ik, ja, dat is verkooppraat. En toen heb ik hem in de winkel geprobeerd en ik had al een paar keer reviews gehoord, maar ik was echt meteen verkocht, want het klopte. En hij gaat ook nog best wel hard. Dus wat betaal je hiervoor? Deze was 280 euro, geloof ik. Dus maar is er rond de 300 euro. Maar is dit speciaal voor gitaar of kun je er ook andere dingen op? Basgitaar kan erop. Ja. Ze hebben een bass stand hier zo. Ja, dat kun je niet goed zien. Maar, en je kunt je akoestische gitaar er ook mee versterken. Ja. Oh. Voor als je bijvoorbeeld een sessie hebt waarbij de akoestische gitaar wat harder moet. Ja. Hij werkt ook op batterijen. Dat vind ik ook heel leuk. Ik heb hem nu dus op batterijen. In plaats van op de voeding. Gaan 8 penlights in. Ja. Die heb ik meteen. Ik heb meteen 16 oplaadbare batterijen gekocht. Zodat ik hem. Ik vind de penlight is toch een beetje zo de stapel onder de batterij geworden. Hè? Dat is gewoon, er bestaat bijna geen andere batterij meer dan penlight. Nou ja, of die AAA's. Ja, nog één kleine. En gitaristen hebben die blokbatterijen altijd in effectpedaal. Die 9 volts. Die 9 volts, De rookmelderbatterij. Ja, zeg maar. Ik heb al heel lang gewone batterijen afgeschaft. Ik heb ooit een keer ene loop batterij gekocht die je 1000 keer kunt opladen en die ook als je ze in de la laat liggen vol blijven. Ja, precies. En die zitten er nu in. Ik heb hem op vakantie gehad. Ik zal hem even aanzetten en dan zie je zo'n heel... Oh, wat cool. Ja, alsof... Dat is echt zo'n radio. Ja, alsof er oude radiobuizen in zitten. Terwijl het zijn natuurlijk gewoon twee oranje ledjes die langzaam aangaan. Oh, don't ruin the dream, man. It's vet. Ja, oké. Het is heel cool. Om het idee te behouden dat er op een buisversterker gespeeld wordt. Uh-huh. Even een beetje aan de kant zetten, zo. Hij bromt en kraakt dus ook als een oude versterker die heel hard staat. Ja. Stoer overstuurd geluid. Er zitten wel meer geluiden in. Dit is een beetje het geluid wat ik heel leuk vind, omdat als je het volume van de gitaar, als dit knopje een beetje terugdraait, wordt het geluid ook als op een goede versterker wat groener. Ik vind het inspireert mij thuis ook om meer te spelen. Kun je verschillende stijlen spelen, snap ik bedoel? Verschillende soorten geluid? Ja, want dit is best wel... Ze hebben hier 4 of 5 standen. Clean, crunch, lead, Brit High en modern. Ja. Ja, ik kan ze wel doorlopen. Clean is dus echt... Ik zal even proberen een beetje in te stellen. En het volume is dus een heel mooi helder geluid. Een heel schoon geluid. Een heleboel lampen op deze TL-buizen in de buurt. Daarom zoomt hij wat harder dan dat hij normaal doet, moet ik even bijzeggen. En om dit wat beter tot zijn recht te komen, zitten er wat effecten op, zoals een enorme echo. Mm-hmm. Wow! Ja, dat zorgt er wel voor dat je ook meteen in een vibe komt. Ja, dat wil ik net zeggen. Maar ik vind het ook, qua filmies, vind ik het ook gewoon echt. Weet je? Dat is echt. En doordat er zo 2 speakers in zitten en ze een van het trucje uithalen daarmee. Yamaha heeft ook veel ervaring mee met hun home entertainment systemen. Ja. Klinkt het geluid dan ook heel... Ja, want je zit er nu niet voor. Maar als je ervoor zit, dan klinkt het ook echt heel groot. Dan zit het geluid echt overal. En, het is een Yamaha dit. Mm-hmm. Van de synthesizers en zo. En motorboten en jetskis. Ze maken echt... Ja, dat klopt. Ze hebben dus al sinds jaar en dag maken ze natuurlijk piano's. Ja. En dus op een gegeven moment zijn ze ook elektrische piano's gemaakt. Maken ook piano's? Ja, volgens mij zijn ze daarmee begonnen. Piano's. Het logo van Yamaha, wat ook op de motoren staat. En de stemvorken. Ja, dat zijn 3 stemvorken. En dit zit ook op hun... dat gebruiken ze nog steeds soms op... Wauw. Als ik een geluid hoor zoals dit...
Als je zo'n echo hoort, dan denk je ook, dan denk ik ook meteen aan. En dat komt dus door het geluid. Dat vind ik er wel leuk aan dat je daarmee kunt spelen. Ja, het crunchgeluid had ik net ingebruikt. Dat is het. Ik zal die enorme echo uitzetten. Mm-hmm. Dat is dat wat stoerder. Ah, meteen wat harder ook. Ja. Meer rhythm and blues en blues en dat soort werk wordt ermee gedaan. Het is eigenlijk een beetje je kunt het voor superveel dingen gebruiken. Voor pop en rock dingetjes. Yeah. Dit is het geluid waarbij je echt als je zachtjes aanslaat. Oh. Romance. Ja, terwijl als je inderdaad. Ja. Boy George. Nee, weet die man? George Michael. Oh, je bedoelt. Fate. Ik weet niet eens hoe dat liedje ging. You gotta have baby! Dat was een akoestische gitaar volgens mij. Echt? Ja, en hij is later gecoverd door Limp Bizkit met dit geluid. Oh, cool. Oké, lead. Ik vind het matig. Lead is eigenlijk solo geluid. Ik vind het ik gebruik hem niet. Ik gebruik hem weinig. Beetje Gary Moore, Still Got the Blues for You. Ik vind hem, ja, die kunt er al. Het is een beetje donkerbruin geluid. Yeah. En ik ben meer dan met het volgende. Brit High. En Brit High staat voor British High Gain Amplifier. En als je een klein beetje iets daarvan weet, dan hoor je meteen Marshall. En het geluid dat ze hebben naprobeerd te bootsen is het jaren 80 geluid van Eddie Van Halen. Ja. Yeah. En die stond bekend om de versterker zo hard te zetten dat hij bijna kapot ging. Ja. En dat was zijn geluid. Mm-hmm. Dat is het bekendste voorbeeld volgens mij. De solo uit Beat It is ook door hem gespeeld. Oh ja, ik dacht dat het Adje van den Berg was. Die kan ik niet spelen. Oh nee, Dirty Diana is Adje van den Berg. Nee, iemand is Adje van den Berg, toch? Echt waar? Ik dacht dat... Oh, ik wist niet. Dat weet ik niet, hè? Oh, dat zou jij zeggen. In de clip van Dirty Diana zie je Slash, maar volgens mij is de solo niet van Slash. Ik weet het niet. Ik heb hier geen verstand van. Ja, nu echt een aantal dingen. Ik moet niet over dit soort dingen praten. Ik moet het over andere dingen hebben. Ja, oké. Sorry. Ja, goed. Het, Dit is... Ja, dit is zoals ik het speel inderdaad. Ja, het is inderdaad een rock, een zware rock. Ja. Het is leuk om mee te spelen, het is leuk om... Maar ik denk met wat minder reverb. Zo. Dat het echt wel een... heel veel hedendaagse... rockmuziek kan even naar. Ik zal even denken of ik iets... Kun je die... Omdat jij net zegt, Is Japan een gitaarland? Ja. Ja? Ja, nou... Dat hij kent alleen het enige wat ik uit Japan ken qua gitaren. Dat is dat nummer uit Kill Bill, weet je wel? Van Battle Without Honor or Dignity. Oh, je bedoelt qua muziek? Qua muziek, ja. Want ik heb daar dus... Ik moet altijd aan hysterische J-pop denken als ik aan Japan denk. Maar niet... Nee, Japan heeft echt ontzettend veel goede gitaristen en muzikanten. Maar die, wat mij opvalt, net zoals heel veel Nederlandse muzikanten... Ja, ze treden niet, zeg maar, in de... wereldfaam. Ja. Ik, als je mij vraagt, noemen ze een hele bekende, goede Japans gitarist. En dan zou ik ook echt even op het hoofd krabben. Ik vind het wel bijzonder nou, dat dit ding... Muziek maken en ook dus gitaar spelen, dat is net zo populair in Japan als overal. Ja. De Beatles hebben ook in Japan gespeeld. Ja, precies. Dus ja, mensen wilden daar ook gitaar leren spelen. En dat is... Ja, dat... Ik ga even het ruis uitzetten. Ja. Dus ja, het is populair om daar gitaar te spelen. Net zoals in Nederland. Ik bedoel, dit is in 1964. Ik heb ergens een oude advertentie gevonden van deze gitaar. Wat cool. Waar je hem op afbetaling kon kopen. En,
Ik heb nog advertenties van dat je een PC kon kopen in de jaren 80. Dan moest je 10.000 gulden voor een PC betalen. En dan had je dus echt gewoon 285 MB of zo, weet je wel. Dat was echt heel, dat was echt geweldig. Dat zal ik wel eens een keer laten zien. Ik zal het plaatje laten zien. Dat is nu in beeld. Nu. Ik ben er meer gitaar door gaan spelen dan. Ja, ook door het versterkertje, want dat is, ja, je gooit het aan en hij staat eigenlijk altijd, hij staat ook op de salontafel, omdat het zo compact is. Mm-hmm. En de gitaar staat ernaast. Dus ik vind het een heel mooi ding, maar ik vind het ook mooi, ik vind het een mooie combinatie. Het is wel echt eigenlijk een soort van 60s. Ja, dat wil ik net zeggen, het is echt zo'n soort retro vibe. Nou, de snoer, het krulsnoer heb ik er daarom ook bij gekocht. Dat ik dacht van, nou, ik dan toch een snoer moet hebben voor thuis. Dan ook een krulsnoer. Dit is van Fender, dat snoer. Ja, die snoeren die werden vroeger door allerlei bedrijven gemaakt. En Fender heeft hem nu uitgebracht. Eigenlijk heel slecht. Ja. Want je hebt dus... Ja, maar je koopt... Je hebt dus meters snoer. Terwijl je eigenlijk maar... Nou, nu gebruik ik een meter. En er ligt hier volgens mij al 6 meter snoer op tafel. Ja. Wat niet... dat maakt het ruisen en zo. Het ruisen ook wel erg. Maar ik kon het niet laten toen ik het... zou gaan. Ja. Ik vind het geweldig. Ik zou wel bijna gitaar door gaan spelen. Zeg je dit omdat je het een mooie gitaar vindt? Of meen je het? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik vind het... Ik meen het niet. Maar ik vind het wel... gitaar, hè, dat is een van de weinige instrumenten waar ik zoiets heb van, dat kan bij mij, dat associeer ik heel vaak met films, heb je bepaalde soorten muziek, weet je wel, de blues, een beetje dat film. Ja, je luistert ontzettend veel gitaar zonder dat je daar precies van bent. Ja, precies, Nee, precies. En dat vind ik dus wel, als ik dan jou al die verschillende dingetjes zie spelen, dan denk ik van, bam, dat is toch kei vet gewoon, als je gewoon gitaar kunt spelen. Ja, dus, als je gewoon een instrument überhaupt kan spelen. Precies, het maakt niet uit inderdaad welk instrument dat is. En voor mij is dat, mijn ouders hebben me geprobeerd de trombone te laten spelen. Dat is niet gelukt. Dan hadden we hier gezeten met de trombone. Dat had ik hier niet gezeten, denk ik. Nee, toen is het toch een gitaar geworden. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het, ik zou hem willen hebben, gewoon om hem te hebben. Snap je? Het is als een esthetisch object. Ja, maar goed, ik ben een hoarder, zoals jullie kunnen zien. En ik verzamel gewoon shit. Mooie objecten. Ja, en dit vind ik echt een mooi object, weet je. Dit is gewoon... Maar goed, ik ken meer mensen die een gitaar thuis hebben staan, dan raak ik helemaal geen fuck mee doen. Alleen maar om mezelf te spelen, dat tokkelen er 3 keer op. Ik heb heel lang een akoestische gitaar gehad, waar ik eigenlijk helemaal niks mee deed. Ja, nou, ik denk dat bij veel mensen, en zo worden er ook veel gitaren verkocht, de intentie om dat instrument te kunnen bespelen, of zeg maar het idee, dat wekt zulke romantische gevoelens op. Ja. En dan is €150 toch niet zo heel veel geld. Ja, precies. Laat ik hem dan toch maar kopen en dan belandt hij dus inderdaad als een object in je huis. Je hebt ook tegenwoordig ook echt budget gitaar. Dat is wel grappig. Je kunt nu, want toen ik net begon, kon je echt geen elektrische gitaar kopen voor onder de, nou wat was het toen, even omgerekend, €200. Ja, ja dan, nee, volgens mij niet. En nu koop je voor €200 een Fender gemaakt in China of in, weet ik veel, soms uit Mexico zelfs. Dan staat er ook Fender op en anders staat er Squire op. Met een klein versterkertje. Ja. Ik ken iemand die erin heeft gekocht. Echt een beginnersetje. Ja. Speelt lekker, klinkt lekker. Is echt gewoon niks mis mee. En dat is wel andere koek vergeleken met vroeger. Dus het is wat dat betreft... Dit is geen beginnersversterker. Dit is wel echt van mensen die het wel serieus nemen. Terwijl je dat niet zo zegt, als je hem zo ziet, dan denk ik echt van het is een soort iPhone onder de versterker. Het grappige is, er zit ook een AUX input op, dus je kunt er ook een iPhone aanhangen. Dat is cool. Ja. Maar heel, heel cool. Dankjewel alweer. Alsjeblieft. Ik vond het mooi. Ik ben heel benieuwd. Maar ik vond het niet zo mooi als mijn enge clownschilderij. Daar. Tot ziens.